Hallo allemaal jongens, het is vrijdag. Nee, het is maandag 5 januari 2015. Jongens, allemaal nog een gelukkig nieuwjaar voor wie ik nog geen gelukkig nieuwjaar heb gewenst. Ja, en dat betekent dat wij weer een iets langere video hebben dan normaal. Vandaag heb ik gekozen voor Advanced Warfare. Dit is een potje van gisteravond wat ik als achtergrond gameplay heb opgenomen. Je ziet mij daar met de Ball 27 Primary en de RW1 als Secondary Pistol. Ik heb hier een best leuk begin in, maar aangezien deze video best lang kan worden, laten we gelijk beginnen. Want ik heb een aantal punten nog in deze video die ik aan jullie wil vragen. Dus ik hoop dat er veel feedback komt uit de community en dat jullie allemaal even reageren. Want ik heb best wel veel vragen en dingen. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Mijn eerste vraag is eigenlijk een open vraag aan jullie jongens en dat is: hoe kunnen we nog meer mensen naar de livestreams laten kijken? Het groeit wel steeds meer en meer en meer en het wordt ook steeds gezelliger in de livestream, maar het gaat heel gestaag. Hebben jullie nog allemaal ideeën of hoe andere YouTubers hebben gedaan? Kun je mij tips geven daarin? Geef me een paar tips. Kijk, waarom ben jij andere mensen gaan kijken en hoe hebben ze dat gebracht en zo en waarom? Dan komt er een ander nieuwtje. Loco versus Game. En dat is een YouTube kanaal waar ik allemaal single player games ga uploaden. Maar dat betekent niet dat het een vast schema heeft zoals Loco versus World. Waar ik elke maandag, dinsdag, of maandag, woensdag en vrijdag een GTA video upload of iets anders, net waar ik zin in heb. Kan het zo zijn dat er gewoon wekenlang achter elkaar allemaal video's online komen, omdat ik gewoon hele series daar online ga gooien. Dus bijvoorbeeld Advanced Warfare single player, Advanced Warfare niet multiplayer, wordt alleen maar single player, dus misschien Call of Duty Ghosts. Ga ik opnieuw starten met The Last of Us of Uncharted 3. En Uncharted 4 als die in 2015 uitkomt voor de PlayStation 4. Kijk enorm uit jongens. Dus ik hou je op de hoogte van het nieuws. Het kanaal bestaat al, maar er is er voor de rest helemaal niks aan geregeld. En hij is vrij leeg nu. Nou, zeker, hij is helemaal leeg. Dan heb ik nog een ander nieuwtje, want ik ga aan een complete money guide voor jullie werken wat betreft GTA Online. En dat is best raar, ik ben een GTA YouTuber en nog nooit heb ik een how-to van hoe verdien je heel veel geld geüpload. Dat moet er eindelijk eens een keer komen, maar het wordt wel legitieme manieren om geld te krijgen. En zo'n video kan heel kort gemaakt worden of heel lang. Ik kies voor de lange manier. Dan wordt het duurt wel iets langer voordat hij dan uitkomt, maar dan heb je ook een hele goede, lange en duidelijke video. Dan wil ik nog vragen, welke games wil je gaan zien op Loco versus World of Loco versus Game? Hebben jullie nog suggesties voor leuke games? Ik kan zeggen, want ik zat laatst ook te kijken, weet je, ik zit echt te kriebel om weer. Ik ben bijvoorbeeld Jurassic Park heb ik nu geüpload. Of niet, ik heb hem geüpload, maar hij staat nog steeds verborgen. Ook een Telltale game, net zoals The Walking Dead. En ik heb natuurlijk ook God of War geüpload. Ik heb daar ook wel wat positieve feedback op gekregen. Mensen willen daar wel wat meer van horen, meer van zien. Dus bedenk even wat je als game zou willen zien. Je mag alles posten en dan kijken of als jullie dan een leuke game zien, jongens, als iemand een leuke suggestie doet, geef dan een like op die comment. Dan kan ik zien van oké, daar is iedereen het mee eens. En kijk, dan nog iets. Want ik moet ook even wat tijd nemen. Ik heb nog drie onderwerpen, maar die zijn allemaal niet zo lang. Wat zijn er nog meer leuke ideeën voor het kanaal, jongens? Want willen jullie meer video's zien zoals G-Typo Adventure, GTA Adventures? Wil je meer how-to video's zien? Of willen jullie zien net zoals Mr. Boss for the Win? Bijvoorbeeld dat ik allemaal informatievideo's ga aanmaken of ga uploaden, weet je, nieuwe patches, wat erin zit,
nieuws om GTA heen en dat soort dingen. Dus vertel mij wat je wilt zien, jongens, en dan, dan ga ik daarover nadenken. En dan gaan we met z'n allen in de groep gooien, want een YouTube-kanaal moet zichzelf natuurlijk constant blijven verbeteren. En ja, ik wil het natuurlijk ook doen, want de how-to-video's die raken een beetje op. Ik heb er net weer een paar opgenomen, maar ik denk niet dat ik nog in 2015, heel 2015 vol kan maken met how-to-video's, tenzij er ineens heel veel nieuwe content op GTA komt, dus nieuwe patches of nieuwe DLC's, nieuwe opties en zo. Ja, tuurlijk komt er veel nieuw bij, maar ja, hè, je snapt wat ik bedoel, de opties raken op. En ik heb alles wel gedaan. Ik zit nu op bijna 400 video's allemaal over GTA. Dus jongens, al jullie suggesties zijn welkom. En ja, dat was het eigenlijk voor deze langere maandag video. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden om hier naar te kijken. Laat even een like achter hier onder deze video. En geef een antwoord op op de vragen en ja, ik zie jullie de volgende keer weer. En bedankt voor het kijken. See you later. Duimpje omhoog voor jou en bye bye. Oh ja, trouwens, als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren. See ya.